Leuk dat je weer kijkt naar een food video van Chicks Love Food. Ik ben Nina, dit is Elise en zoals je ziet staat er vandaag een hele leuke man bij ons in de keuken. Welkom Jurgen! Dankjewel, dankjewel. Misschien weet je thuis wel dat wij hebben natuurlijk al een keer een video opgenomen. Ja, met kerst. Klopt. En vandaag dus een nieuwe video waarbij je ons allemaal nieuwe tips en tricks op het gebied van koken met stoomoven gaat leren. Inderdaad. Want daar ben jij expert in, naast het feit dat je natuurlijk gewoon een super chef bent. Dat vinden wij van wel. Hij is zo bescheiden, deze man. Maar het is een topper. Wat we gaan maken is een heerlijk en makkelijk driegangen menu. We beginnen met een hele bloemkool uit de oven met groene pesto en kaas. En daarbij zoete aardappelfrietjes van een speciale plaat. Daarover later meer. Vervolgens een gepocheerd visje met groenten, krieltjes erbij. En we sluiten af met een crème brûlée. Allemaal uit de AEG Steam Pro Combi Oven. Ik kan niet wachten. Laten we beginnen. Zeker. 1 bloemkool, 150 gram groene pesto, 150 gram geraspte kaas en wat zoete aardappelfriet. We beginnen met de bloemkool. Ja. Dit is een idee dat, je dat opdient lekker en dan een beetje als start snoep. Gewoon lekker een beetje kan snoepen en plukken en whatever. Ja. Jouw recept, ik zou dit niet... Wat gaan we hiermee doen? Nou, het is super, het is super simpel, je kan het ook gewoon als onderdeel doen van de hoofdmaaltijd. Je pakt je bloemkooltje, je snijdt dat groen, snijd je eraf. Je smeert hem weer met pesto, gooit de kaas bovenop, half uur lang in de oven, 180 graden. Klaar. En waarom in de stoomoven? Nou ja, normaal als je dit een half uur lang in de oven doet op 180 graden, dan krijg je een heel zielig verschrompeld bloemkooltje voor je. Hè, dat helemaal uitgedroogd is en is ook niet lekker. Stoom zorgt ervoor dat alle sappen in de bloemkool blijven. Dus dat als je hem eruit haalt, kan met een lepel van een roosje erop of je trekt met je vingers een roosje erop. En dat ga je zo lekker snoepen. Oké, Jurgen, we zetten jou aan de slag met de bloemkool. Ja. Wat zijn nog meer de voordelen van een stoomoven? Nou ja, de gezonde vitamines blijven beter behouden, smaak en je zal straks zien als het eruit komt, dat ziet er ook gewoon onwijs lekker uit. Ik wil nog eventjes iets laten zien. Ik heb deze geweldige airfry bakplaat en als we toch dadelijk lekker gaan plukken, snacken, snoepen, is het misschien lekker om er ook wat frietjes bij te snacken. Ja. Ik doe wat zoete aardappelfriet op de airfry bakplaat. Kan veel op, je hebt maar een heel klein beetje olie nodig en door die gaatjes komt die hete lucht overal. Ik vind het ideaal. Ja, ik gebruik hem thuis heel vaak inmiddels. Kan dat dan dadelijk tegelijk met die bloemkool de oven in? Ja, lekker makkelijk. En je hoeft die dus niet om te draaien? Nee, nee, dat is gewoon, het wordt in één keer lekker knapper bruin. Dat vind ik echt ideaal. En, door die gaatjes! Ja. Gaan we in de oven stoppen op medium stoom, 180 graden, half uurtje, ben je klaar. En gelijk de frietjes erbij. Ja, op het daar lekker allemaal tegelijk. Ik vind het zo makkelijk om dat. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Laten we dat gaan doen. Doe hem open. Ik ga de bloemkool en de frietjes uit de oven halen. Zo, dat ziet er goed uit. Lekker hè, en super simpel. Oh. Dit is wel echt een ontzettend lekker gerecht om zo van te plukken. Het ruikt ook ontzettend lekker. Mm-hmm. Lekker, dank je. Het is al bijna gewoon een volwaardige maaltijd. Mm. Maar je kan bijvoorbeeld ook roosjes losmaken. Maar een beetje een bordje opmaken, toch? Ja hoor. Zie ik dat verkeerd? Mm. En dan, als je een beetje mooi houdt zo. Op een bordje zou je nog een lekker een mooi stukje koppa erbij kunnen doen, een lekker stukje ham en dan eet je het lekker in het zonnetje, een glas wijn erbij, een beetje aankleden, frietjes, een lekker aioli'tje of zo erbij, nou, daar ben je best gelukkig van. Mm, het lijkt me ook heel lekker met de rode pesto. Maar even buiten de lekkere smaak van de pesto en de kaas is de bloemkool zelf ook gewoon echt perfect. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar in de gewone oven. Nee, dat is sowieso niet. Maar echt heel lekker. Juicy bloemkool. Zullen we naar het volgende gerecht gaan? Lekker. En er komt een heerlijk nieuw gerecht uit de AEG Steam Pro Combi Oven aan. Een klassieker. We gaan een visje pocheren met krieltjes erbij en lekker wat groenten. Toch, Jurgen? Ja, lekker, lekker. Jurgen maakt het. Oh, we houden van. Jurgen neemt je even lekker de heft in handen. Vertel. Kabeljauwfilet, voorgekookte krieltjes, broccoli,
groene asperges, wortel, bladpeterselie, bieslook en citroen. We gaan de vis pocheren. Nou weet ik dat je eieren goed kan pocheren in de stoomoven. Klopt. Maar je kan dus ook vis in de stoomoven pocheren. Ja, eigenlijk heel makkelijk. Je hebt het visje en die stop je erin. En je stelt hem niet op normaal stoom, tenminste wel op normaal stoom, lage temperatuur. En klaar. Kijk, normaal gesproken in een pannetje met water moet je gelopen rotzooien. Lukt niet, hoe heet is het water, koken, smaak weg, mislukt. Nu vis je een beetje kruidjes eroverheen, klein beetje citroen, erin schuiven. Klaar. En dan krijg je een soort gestoomd, wat is dan een gepocheerd visje qua? Ja, pocheren is eigenlijk niks anders dan op lagere temperatuur garen. Ja, ja. En dat is de definitie van pocheren, dus op lage temperatuur garen. Ja, dat kan je net van alles doen. Maar die groente pocheren we die mee met het visje? Dat gaat het niet worden. Want oh. Gepocheerde kril, dat kan niet, zeg maar. Dan gaat het niet. Dus eerst pak je stoomovenschaal. Helemaal goed, stoomovenschaal. Laat zien, Jurgen. Ja, eigenlijk heel simpel. Je pakt aardappeltjes. Ja, die doen we erin. Ja. Dit moet nog wel even gesneden worden, even het mes eroverheen. Nou, vooruit er maar weer. Krijgen we ook gewoon een opdracht van Jurgen? Ja. Oké, dus de groenten gaan gewoon bij de aardappeltjes. Ja, ja hoor. Dus ja, dit in de stoomoven. Toen we het visje klaarmaken, schuif die erbij. Klaar. Hoeveel graden? Vol stoom. Want nogmaals, dit moet wel verder garen en dit moet garen. Dus het heeft wel echt even stoom nodig. Dan draai je hem laag, schuif het visje erbij en dan heb je maar gewoon een gepocheerd visje. Oké, nou hoeveel minuten doe je dan ongeveer de vis erbij? Deze stellen we in ongeveer zo, ligt een beetje aan. Dit is redelijk klein, hè? Dus dan kan je het prima in 23, 24 minuten. Hij is lekker exact ook. Ja. 23,5 dus. Ja. Ongeveer, hè? Dat mag ook een 6 zijn. Dat is niet chicks nog goed. Als je ronde getallen wil hebben, mag het ook 25. 25, die houden we aan. Schuif je erin en dan. Ga ik toch weer met mijn 12, 13 minuten van tevoren. Prima. De helft van de tijd. En dan draai je over even op 85 graden, schuif je visje erbij, ben je klaar. Top. En dat is dus al pocheren. Ja. Oké, ja, nou, bring it on. Op het aan. Hoppatee, op het aan. Nu hebben we dus lekker al die groenten in de stoomoven liggen, maar je kunt dus ook die groenten op een andere manier bereiden. Ja. Namelijk? Ja, sous vide is eigenlijk super makkelijk. Mensen doen er heel moeilijk over, maar wat nu in die stoomoven zit, dat kan je ook in een zakje stoppen en dan kan je smaakjes infuseren in de groentjes. Het is natuurlijk een beetje zomerachtig nu en dan heb je lekker knoflookje, sinaasappel, stelen we even stiekem een beetje peterselie van de vis. En als je dat dan sous-vide erbij, dan drinken die sinaasappel knoflook smaak je zo lekker helemaal in die groentjes. En dat is lekker. Oké. Gevacumeerd in de losstaande vacumeermachine van AEG. Ja. Ik vind het een uitvinding. Helemaal goed. Ja. En dit gooi je die gewoon erbij. Die kan je gewoon erbij. En dan gaan we meteen op lage temperatuur zetten en dan schuiven we het visje erbij. Oké. Oké, lekker visje. Lekker visje. Zout erop en klaar. Kijk. Hey, en de oven is wel lager, dus deze kan er gelijk bij. Ja, die staat meteen mooi op de juiste passeertemperatuur, 90 graden. Dan hier in één keer erin. Oké. Okay. Is klaar? Ja, eens kijken. Het ruikt in ieder geval echt heel lekker en gezond. Zeker. En hoe makkelijk kan je het hebben? Ja. Ik ben ook benieuwd naar de smaak. Nou, als je die en die. Ik had exact hetzelfde gedachte. Maakt wel lekker. Maakt wel, hè? Met sinaasappel.
echt een hele andere smaak. Hij is tevreden. Dan zijn wij het ook toch? Door naar het dessert. Tijd voor het toetje. We gaan crème brûlée maken, uiteraard weer uit de AEG Steam Pro Combi Oven. Meenemen. 6 eieren, 100 gram suiker, 500 ml slagroom, een vanillestokje en 2 eetlepels rietsuiker. 5 ingrediëntjes dus maar. En als je de gewone suiker vervangt door rietsuiker, dan heb je eigenlijk maar 4 ingrediënten. Ja, hoe makkelijk kan het zijn? We houden ervan. Maar waarom kies je dan voor rietsuiker? Smaak. En als het dan de suiker smelt, dan heb je altijd veel makkelijker zo'n bruin laagje. Zonder dat je helemaal stiekem goed hoeft te karamelliseren, dan ziet het er wel top uit. Dat is snel bruin dus. Dat soort tips, daar houden wij van. Want wij kunnen eigenlijk helemaal niet koken. Maar gelukkig hebben we Jurgen vandaag in de keuken. Jurgen zit bij andere video's altijd in het keukenkastje. Maar hij mag uitkomen. Een dessert wat eigenlijk best wel ingewikkeld lijkt altijd, maar vanuit de stoomoven is heel makkelijk is. Ja, je gooit die ingrediënten hierin. Behalve vanillestokje en die afgrafsuiker natuurlijk. Even mixen in een kommetje, in die oven en klaar. Dat is echt binnen een paar minuten staat in die oven en het lukt gewoon bijna altijd. Dus, ja. In de stoomoven? Waarom maak je dat niet thuis? Ja en dan alleen stoom of een beetje lage temperatuur. Maar dat zal ik straks wel vertellen als we erin zijn. Oké. Tip, je lege vanillepeul in je suikerpot thuis. Heb je lekker vanillesuiker. Oké, alles in de blender. Voilà. Yes. Nou, dit is echt zo easy. Dit is echt easy, ja. Hoppa. Hey Jurgen, niet helemaal vol, hè? Nee, je wil dat het plastic eigenlijk niet het eten raakt. Dus dan kan je mooi strak afdekken dat het plastic niet het eten raakt. En dan kan het dan zo de stoom over. Nou, helemaal top. 2 mooi ingepakte crème brûlée'tjes. What's next? Absoluut. In de stoom over. Oké. Volle stoom. Nee. Oh. Ja, weet ik. Volle stoom, dat zou in theorie wel lukken, maar dan heb je kans op bubbeltjes dat hij te heet wordt. Dus doen we hem op een lage stoom, dan pak je een klein beetje hete lucht erbij. Doen we op 90 graden, dan is het niet te heet. En dan weet ik zeker dat het goed komt, 100% zeker dat iedereen kan. Ik heb een piep gehoord. Ze zijn klaar. Ja, hij mag eruit. Ik ben benieuwd. Zien ze er zo goed uit na 30 minuten? Ja, ze hebben 30 minuten ingezeten. Doe je nou een grote portie, dan doe je 40 minuten. Hè? Dan weet je zeker dat het goed komt. En nu? Nu gaan ze in de koelkast opstijven. Duurt wel 2,5, 3 uur. Ben je wel even bezig. Maar dan kan je na het eten dus lekker even afbranden van de salamander. En dan ben je klaar. Dit mag je nu nog steeds niet eten na 2,5 uur. 2,5 uur moeten wachten. Dat en nu? Is een schone zaak. Nou. Ja, nu gaat de suiker eroverheen. Die heb ik hier. Ja. En daar heb je eigenlijk een heel makkelijk trucje voor. Je giet het er gewoon op. Oh, is dat een trucje? Gewoon zo. Ja, en dan schud je het een beetje heen en weer en de overtollige suiker haal je erop. Ah. Kijk, en dan doe je die gewoon even op je hand overtollige suiker erop. Oh, dus er gaat eigenlijk helemaal niet zoveel op. Heb je altijd genoeg? En heb je nooit verschillende hoeveelheden? Deze man zit zo bomvol tips. En helemaal handig, we hebben nu niet zo'n gasbrandertje nodig. We gaan het in de grill, onder de grill moet ik zeggen, bruin maken. Hè? Even super heet maken, super kort ronden, dan smelt hij net en dan kan je hem eten. Met een gasbrander gaat het altijd 10 keer beter, maar ja, als je die niet hebt, lukt het met die grill. Kom je aan het gaat niet. Ook heel goed, denk ik zeker. Nou, let's go. Mooi. Wauw. Dit is wel een momentje waar ik de hele tijd aan uitkijk. Maar dat vind ik ook zo'n eye-opener, dat dit kan met die stoomoven. Yes. Elke keer als ik denk, nou weet ik wel ongeveer wat er allemaal in kan, word ik toch weer verrast. Lekker. Jurgen, onwijs bedankt. Ja, graag gedaan. Dames, altijd leuk om met jullie samen lekkere dingen te maken. Vinden wij ook. Nee, maar leuk. Jij thuis ook bedankt voor het kijken. Wil je nou meer stoomoven recepten? Klik dan even op het i'tje. Dan kom je op de pagina waar we alles hebben verzameld. Tot de volgende keer. Doei. Doei.